Beste Oelof, ik zal proberen om mijn verhaal hier zo eigen mogelijk te vertellen. Met die woorden begon je in 2012 je medespeech. 11 jaar lang ben je dicht bij jezelf gebleven. Veelzijdig, altijd gericht op de inhoud en wars van one-liners. En dat laatste kwam door je Saksische volksaard. Bedachtzaam luisteren en dan pas reageren. Als boerenzoon kende je de landbouwportefeuille al sinds je jeugd. En als oud-leraar kent het onderwijs ook weinig geheimen voor je. De akkerbouwers noemden jou hun beste belangenbehartiger in dit huis. Je was ook de man achter de tentoonstelling in de Statenpassage op het Binnenhof over de Statenvertaling. En zo kon je als Kamerlid jouw liefde voor de geschiedenis kwijt. En die liefde leidde ook tot jouw aangenomen motie om de oude zaal van de Tweede Kamer weer als vergaderzaal te gaan gebruiken. We zullen je beschouwende blik en je opgewekte houding missen. En mocht je de komende tijd vervelen, wat ik sterk betwijfel, dan zijn er wellicht collega's die graag de buitenmuren van hun huis door je laten voegen. Want ook, dat is een talent voor jou. Maar bovenal wens ik jou iets meer tijd voor de jaarlijkse huwelijksreis met jouw vrouw. Het gaat je goed. APPLAUS.